oproep aan het publiek in Duitsland. Zodra straks het licht en zo wat ieder hart brandt, laat je dan gaan, laat de leeuwen je los. Arjen Robben stuurt ze meteen naar het bos. Daar is Van Nistelrooy, ja hij stift hem mooi. En voor Galit Boularoussi zal ik een spitse prooi. Matthijs van Persie, Maduro en Kromkamp, Johnny Hattie gaat die aanval misschien de grond stamp. Van de vaderland zaad op het middenveld, Philippe Cocu is altijd controlerend ingesteld. Deze jongens halen de finale plaats en de rest van de wereld is zwaar verbaasd dus. Maar in de rebound maakt Wesley Sneijder het af. Hij wordt besprongen door Babel en Van Gorff Hesseling. Twee grote gasten, damn, dat lijkt me pas wel link. Net als Jardine Sint Giovanni van Bronckhorst. Ze rennen heen en weer net als een motor die rondkrost. Ooyer neemt de motor, speelt de map op de kleur. Hij wordt gedirigeerd door Nederlands langs de ster. Ed Wim van de Zuid, dan ga erheen als je durft. Hij wordt bijgestaan door Timmer en Stekelenburg. 23 gasten die met Marco van Basten die beker gaan halen wat we al jaren op wachten. Kom op, een kampioen, wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doel. Yeah.